U zag, als u bij de Zwarte Vis bent, zag u dat de shovel een vrachtwagen opging. Nou, en ik zei, dat ik erbij gezet, mooi. Nou, en ik had een foto geplaatst dat hij weer terug was. En eerst weer terug. Maar wat was nou het probleem? Heel veel mensen dachten dat ik hem ingeruild had. Voor wat groters, of voor een verrijker, of zo zelfs. Wil niet, hij is gewoon weer terug. We hadden een probleem met het roetfilter. Iedereen weet het, maar het roetfilter verzamelt de koolstof uit de uitlaatgassen. Verzamelt dat in een filter en na een paar bepaald aantal uren brandt hij dat eraf. Dat kost brandstof. Daar wordt krijg je ook verschillende heet van. De motor niet, maar dat wordt wel heet, want dat koolstof moet verbrand worden. En het rookt als een dolle. Serieus. En dat is... Ik begrijp het niet, want goed, daar krijg je nog al die koolstof in de lucht. Maar goed, nou ja, vooruit. Het zijn overheidsregels en alle overheden zijn zo'n beetje vol idioten geworden. En dat is in Europa zo en hier zijn ze dan niet zo heel veel beter. Maar goed, het roetfilter, dat ding dat zit daar, dat is deze port. Nou ja, die filtert dat en dan... Prima. Die had een probleem. Het afbranden, zeg maar, het regenereren, werkt er niet goed meer. En dat gaat een tijd lang goed, tot op een gegeven moment dan raakt dat roetfilter zo vol. Dan, het is natuurlijk een bas van een sensor. Dan zegt hij, ja dat kan ook niet. Ik heb te veel tegendruk van het roetfilter. Dus ik ga nou in, ze noemen het in Engels is het limp modus, maar ik ga mank lopen. Dan krijg je een alarmcode en dan kun je niet harder als half gas. Nou, aardig waarover nagezocht en ik dacht, kan ik het misschien zelf? Ja, je kunt het zelf. Dit kun je zelf doen. Dit roetfilter, dat pakket, dat filterpakket wat erin zit, dat kun je er zelf uitslopen. Dat is op zich niet zo heel spannend. Maar dan, dat ding heeft natuurlijk een computer, een ECU of zoiets dergelijks aan boord. En die weet, er zit een roetfilter op. Dus die denkt, ik moet elke zoveel uur moet ik roet afbranden. Maar je hebt dat programma niet om dat eraf te doen. Om dat die ECU te vertellen. Nou, het programma is vrij duur. Heb ik mij laten vertellen. Dus. Heb ik daar een bedrijf bij gehad, of niet bij gehad. Die is hier naartoe geweest. Hij is hier een goede drie kwartier vandaan. En die hebben hem opgehaald en ook teruggebracht. En die hebben dus dat roetfilter eruit gehaald. Maar die hebben hem ook gedelete. De ECU vertelt zeg maar dat hij het niet doet. Hij loopt weer als een zonnetje. Beetje een roze zonnetje, dat wel. Maar hij maakt iets meer lawaai als... Ah, hij is iets koud. Iets meer geluid als eerst. Want je hebt wat minder demping. Maar op zich valt het mee. Maar goed, die beste man, die ben ik hem terug. En die zegt, nou, voor elkaar. Roetfilter is eruit, is gedelete. Roetfilter is gedelete. En de computer weet ook dat hij eraf is. En dat is op zich beter. En daardoor zeg je, heb je wat meer pk's. Geen flauw idee hoeveel die origineel laat, maar hij heeft nou een pk of 3-4 meer of zo. En de brandstofefficiëntie is wat omhoog gegaan natuurlijk, want nou brandt hij wat schoner. Nee, hij brandt niet wat schoner. Doordat hij niet meer af hoeft te branden, heb je die brandstof niet meer nodig om dat roet af te branden. Dus daar is in feite is er ook winst. Was niet goedkoop. €5500 ex-BTW. Niet euro, dollar, sorry. Dus daar is een, ja, laten we zeggen €4.4500. Om dat voor elkaar te krijgen. En hij is een beetje de enige die het kan. En die het ook wil. Dus ja. Want de enige die het wil. Officieel mag je dat natuurlijk er niet afhalen. Voor een machine zoals deze. Waar je niet meer de weg op komt. Is dat prima. Daar doet men niet zo heel moeilijk over. Maar als je nou een vrachtwagen hebt. Of een auto hebt. Een commercieel voertuig hebt. Of een vrachtwagen. Een commercieel voertuig of een trekker. Waar je wel de weg mee op komt. En je hebt dan je DPF, je roetfilter, gedelete. DPF, diesel particular filter. En zo, je wordt daarmee getrapeerd. Dat is niet grappig. Dan gaan de boetes hier, geloof ik bij vrachtwagens, begint dat bij $10.000. Dus dan laat je wel.
Maar goed, bij zijn softje gaat dat wel goed. Dus dat hebben we gedaan. De volgende zag je dat de vent het wiel eraf had. Nou, ze hebben die foto nummer 2 op de nominatie. Maar ik was hard van, wat gebeurde er nou? Dat showfertje, dat was, stond bij die mensen in de werkplaats. En dus ik laad hem voer met hem, met de vent. En dat ging prima op zich, alleen ik kreeg, hij vloog uit de versnelling. En dat is bij een Vario natuurlijk niet normaal, dat hij uit de versnelling vliegt. Hij ging niet meer voor of achteruit, het ding stond gewoon stil. Nou zitten hier op een soort van, ja, een noodversnelling. Dat werkt via het scherm op het dashboard, niet dat scherm. Niet dat kleine schermpje daar, maar op het dashboard onder het stuur. Er zit een soort noodversnelling op die je eigenlijk kunt gebruiken als je een berg af of oprijdt met iets zwaars of groots. Waarbij je dan kun je de versnellingsbak, de Vario, wat ontlasten. En dan kun je dus, stel je voor, je rijdt met een vrachtbalen een berg af. Dan kun je dus, wat men in Duitsland soms wel eens doet, waar het ding vandaan komt. Dan kun je dus heel langzaam die berg afrijden. Dat is beter, dat is een soort van kruipmoris. Zo zou je het haast wel kunnen noemen. Maar dat is beter voor die Vario. Dan drukt dat gewicht van je vracht, drukt dan niet door die Vario heen. Dat is de bedoeling. Die kon ik nog gebruiken. Dus daar heb ik voer mee geladen. Dus hier langs naar de keul toe. Op scheppen. Hier langzaam weer naar de vermengwagen. Erin. En nou ja, zo net zo lang dat ik hem vol had. Niet grappig. Sensor kapot. Zit achter het wiel. Dus het wiel moest eraf. Dan begin je dus met het wielgewicht moet eruit. En dat was grappig. Dat ik had geen shoveltje. Dus ik ging naar de buurman toe. Dan kon ik een trekkertje halen met een voorlader. Die heeft een New Holland. Volgens mij is het een TND 75. Waarbij we dus met de lepels het wielgewicht eruit hebben gehaald. En de banden eraf hebben gehaald. Er moet dit plaatwerk dat moet helemaal los rondom. Dan moet die sensor vervangen worden. Die sensor zit erin met twee bootjes. Dat is, als je één keer bij die sensor bent, is dat 2 minuten werk. Twee bootjes los, stekkertje los. Oude eruit, nieuwe erin, stekkertje eraan, 2 bootjes vast, klaar. En dan brandt ze weer in elkaar. Prust daar maar nog wel voor. Viel mij uiteindelijk nog niet meer te kosten. Ik heb er nog geen rekening van gehad, maar volgens de monteur kost zo'n sensor, ik dacht $500, maar die kost dan. Hij zegt, volgens mij zegt hij, kost die $150. Dus, nou ja, daar komt het werk nog overheen natuurlijk. Misschien wel voorrijk kosten, maar $500 met elkaar kost altijd. Nou ja. Dat zijn nou zo, je kunt hem dan weer gebruiken. Maar I was very pissed off, ladies and gentlemen. Ja, nou ja. Maar goed, je hebt er meer van doen. En dat is een van de redenen dat ik niet altijd helemaal wild ben van Fendt. Fendt is, ik denk, de trekker als je comfortabel wilt werken. Comfortabel in ding wilt zitten. Daar is het de trekker. Maar zoals dit, en maar het ding hangt van sensoren in elkaar. En daar heb ik zo onvoorstelbare schurftekel aan. Elke trekker heeft tegenwoordig sensoren, ik weet het. Maar hier zit er wel heel veel op. Deze geeft nog, als het ware, nog een alarm als je een scheetlader in de cabine. En die zegt van, hé, er komt stank in de stoel. Dus daarom ben ik nooit zo kapot van Fendt. Er zit veel te veel op, ik kan veel te veel aan kapot. En ik vind ze gewoon veel te duur. Dat is helemaal wat anders. Nou goed, dat is een beetje de video van deze week. Verder gebeurt er niet zo heel veel. Ik had het wel willen filmen van die vent. Maar die vent die hem kwam repareren, die wilde niet op de film. Dus ja, nou prima. Dat is natuurlijk zijn vrije keuze. Dat is makkelijk zat. En ja, nou ja. Dus daar heb ik geen film van. Was ook niet zo heel spannend. Want het wielgewicht eraf, het wiel eraf. Die paneeltjes los en dat was hem. Dus ja. Al met al helemaal niet zo heel spannend. Volgende week hoop ik dat we, dat probeer ik met die schuur bezig te gaan voor de kalfjes. En dan gaan we van daaruit. Misschien kunnen we allemaal wel een leuke video maken. Wie weet. Voor nu zou ik zeggen, like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij op Facebook en Instagram. Fire Leos. En let's make farming great again.